het contrast is zo groot. He, als het gaat over vragen die worden gesteld over flexwerkers, over ontslag, dan krijg je toch een antwoord dat het allemaal afgemeten moet zijn. Stel je voor dat de flexwerker net €200 meer krijgt dan die eigenlijk verdiende voor de coronacrisis. Dat moeten we toch echt niet hebben? En als ik de vraag stel over grote bedrijven, of het misschien niet redelijk is dat als ze straks in de toekomst, als ze weer winst maken, dat ze die lening moeten terugbetalen. Daarvan zegt de premier, nou ja, dat kunnen we toch niet zomaar van ze vragen, want dan blijven ze opzadelen met een grote schuld. Ik kijk naar Booking.com. Voor de crisis maakte die 5 miljard winst. 5 miljard. Ik geloof niet dat ik er heel veel medelijden mee zou hebben, dat dit bedrijf, als het straks weer goed gaat, zelfs als ze 20% omzetverlies zouden hebben, dat zij hun lening, de bijdrage van de overheid, zouden moeten terugbetalen. Dat zou ook ruimte geven aan ons als overheid om misschien net iets meer te doen voor die mensen met een flexbaan. Ja, ook als ze iets meer kregen dan dat eigenlijk de bedoeling was. Dat we meer kunnen doen voor die culturele sector. Ik snap het werkelijk niet dat deze premier zegt, die grote bedrijven, ja, straks zijn ze opgezadeld met ongelooflijk hoge schulden. We hebben het over bedrijven met miljarden winsten. En als die weer terugkomen, dan vragen we heel vriendelijk, zou u alsjeblieft willen terugbetalen? Want dan hoeven de mensen die in Nederland hun brood verdienen in de zorg, bij de brandweer, bij de politie, die in die bedrijven werken, die hoeven het dan niet voor hen te betalen. Ja, voor toch eerst even over de flexwerkers. Nou is net of die allemaal buiten de boot vallen. Het overgrote deel van de flexwerkers wordt of geraakt in positieve zin, wordt natuurlijk in negatieve zin geraakt. Maar als dat gebeurt, dan hebben zij rechten op WW, op bijstand. En als dat niet het geval is, ja, dan hebben ze dat niet. Maar het overgrote deel heeft dat wel. De hoogte die we kiezen sluit aan bij de groep waarom het gaat. Het gekozen bedrag komt ongeveer overeen met 70% van het gemiddelde loon van de oproepkracht. Daarmee tref je de grootste groep flexwerkers die buiten WW en bijstand valt. Dus dat toch even over die flexregeling. Die is echt in mijn ogen ruimhartig. Dan bij de bedrijven. Ja, ik kan ook een bedrijf verzinnen, zoals het bedrijf wat de heer Klaver hier noemt. Ik ga de naam niet herhalen, omdat we denk moeten voorkomen hier over specifieke bedrijven te spreken, die dat makkelijk kunnen terugbetalen. Die zullen er zijn. Absoluut. Maar naar onze absolute overtuiging zal het grootste deel van de bedrijven verzwakt uit deze crisis komen. Dat is gewoon een feit. Niet alle bedrijven hebben dit soort enorme winstcijfers. Dat is gewoon niet zo. Dus heel veel bedrijven zullen verzwakt uit de crisis komen. En als je dan een lening ervan zou maken, dan komt die klap later in die bedrijven terug. Dan gaan ze alsnog, als je niet oppast, banen moeten afstoten, omdat ze die lening moeten terugbetalen. Dat is echt een groot probleem. Dus het is niet dat ik denk, ik wil die bedrijven geld geven. Helemaal niet. Het liefst zo min mogelijk. Maar je hebt het nodig omdat je zoveel mogelijk banen wilt behouden. En als je doet wat de heer Klavers voorstelt, loop je het risico dat uiteindelijk bedrijven die lenen niet kunnen terugbetalen en daardoor alsnog mensen moeten ontslaan. En dat is niet de bedoeling. Heer Klaver. Voorzitter, nu doet de premier net alsof de overheid een of andere loesje leningverstrekker is. Hè, die dan uiteindelijk bij zo'n bedrijf terugkomt en zegt, ongeacht hoe het met u gaat, u moet terugbetalen. Ik heb een hele duidelijke grens gesteld. Dit gaat over de grote bedrijven, niet over het MKB. Daar is namelijk het overgrote merendeel van de bedrijven waar dat echt tot hele grote gevolgen gaat leiden. Het grootbedrijf, als we gewoon terugkijken naar de cijfers na de crisis van 2008, gingen ze een jaar nadat die crisis uitbrak, gingen ze gewoon nog weer flinke winsten maken. Over die groep bedrijven heb ik het. En dan kunnen we er ook nog afspreken met elkaar dat als de bedrijven echt zo verzwakt uit de crisis komen, dat ze het niet kunnen terugbetalen, natuurlijk gaan we die bedrijven niet dwingen. Want het gaat dus om het behouden van werkgelegenheid. Maar mijn stelling is dat van die grote bedrijven, die hebben geweigerd de afgelopen jaren belasting te betalen, omdat ze bijna allemaal aan belastingontwijking doen. Die nu hun hand ophouden bij de overheid. Die toen ze enorme miljardenwinsten maakten, dat hebben uitgekeerd aan hun aandeelhouders, waardoor ze nu niks meer in hun zak hebben om zelf hun medewerkers uit te kunnen betalen. Dat we van hen niet zouden kunnen vragen om na de crisis gewoon hun eerlijke deel terug te betalen. Voorzitter, dat is onrechtvaardig. Want deze premier weet heel goed wie dan anders straks die rekening. Iemand gaat deze rekening betalen. En de rekening komt anders bij gewone mensen terecht. En dat moeten we voorkomen. Voorzitter, die Piketty-retoriek, zou ik zeggen, die hoor ik wel weer in een verslag van het GroenLinks-congres. Nou, even terug naar de feiten. Want ik denk dat de heer Klaver op zich een punt zou kunnen hebben als je praat over hele grote ondernemingen die steun nodig hebben. Daar hebben we ook de Kamer een brief over gestuurd. Dus het gaat om hele grote bedrijven. Die individuele bedrijven, daar is een afwegingskader voor aan de Kamer gestuurd. Daar is maatwerk mogelijk. Dan kun je ook voorwaarden stellen aan een bijdrage die verwacht wordt van andere stakeholders. Dus daar zou dat kunnen. Maar die nou is voor kleinere bedrijven, voor middelgrote bedrijven en inderdaad soms ook voor grotere bedrijven. Maar gaat het om hele specifieke, hele grote ondernemingen die steun nodig hebben, ja, dan, dat staat ook in ons afwegingskader, dan kunnen de stakeholders een bijdrage worden gevraagd.
De heer Klaver. Ja, voorzitter, we hebben Mie Piketty nodig. En het kabinet zou dit moeten snappen. Ja, de minister-president kan zuchten. Je kunt niet en banen willen en Piketty aanhangen. Dat gaat niet. Volgens mij hebben we hier echt in een notendop het probleem met dit kabinet. Als we één ding hebben geleerd van de crisis. Als we één ding hebben geleerd. Is dat wie hier het beste uit is gekomen. Dan zijn dat de mensen met de grootste vermogens. Dan zijn dat de grote multinationals van wie de winsten supersnel zijn gestegen. Die amper belasting zijn gaan betalen de afgelopen jaren. Dat is de les van de vorige crisis. Dat is de les van Piketty. En als het kabinet zegt, dat gaat niet, want anders dan verliezen we werkgelegenheid. Hier gaat het fout. Want als we dit niet doen, als we niet bereid zijn om de kapitaalkrachtigen te laten betalen. Of het nou de mensen zijn met de enorme vermogens, de miljardairs hier in Nederland. Of het nou is de grote multinationals. Dan komt deze minister-president straks weer terug bij al die gewone mensen in Nederland. Ook die mensen die in de zorg werken om te zeggen, ja, we staan er heel slecht voor, onze overheidsfinanciën. We hebben bedrijven proberen te redden. Nu moeten we de overheidsfinanciën weer op orde halen. We gaan de belastingen verhogen. We gaan bezuinigen op de publieke sector. Want ergens moet dat geld vandaan komen. En laten we heel helder zijn, als ik moet kiezen waar dat geld vandaan komt, dan weet ik het wel 100% zeker, die grote bedrijven, miljonairs en miljardairs. Zij kunnen het betalen, niet gewone mensen. Voorzitter, dit is echt populisme. Als je nou toch wilt dat er in dit land, het feit dat we in Nederland bedrijven hebben, ondernemingen hebben, waar heel veel mensen werken, die ontzettend belangrijk zijn voor onze economie. We weten dat miljoenen banen rechtstreeks of indirect afhankelijk zijn van onze grotere ondernemingen. En je zet al die bedrijven nu weg als zakkenvullers die allemaal miljoenen en miljarden salarissen verdienen. Dat vind ik zo plat en makkelijk. Ik leg dat echt terzijde. Ik ga terug naar de kern. Als de heer Klaver hier zegt, ik wil van het kabinet dat in geval van steun aan grote ondernemingen er ook gekeken kan worden naar de bijdrage van andere stakeholders. Ja, dat zit in ons afwegingskader. Als hij vraagt dat in de NOW te regelen, dan zeg ik dat doen we niet. Dat maakt die NOW onuitvoerbaar. Plus dat in algemene zin je moet voorkomen dat je bedrijven opzadelt met ook nog leningen. En die meeste van die bedrijven vragen niet voor niks die NOW aan. Die staan dus al zwakker voor. En heel veel bedrijven zullen ook zwakker uit die crisis komen. Maar laten we nou voorkomen hier om dat hele bedrijfsleven hier op het groot veld te gooien. Of al die grote ondernemingen. Nog één laatste punt over die grotere bedrijven. U en ik, meneer Klaver, hebben inmiddels weer extra geld in de portemonnee. Alle lastenverzwaringen uit de crisis zijn inmiddels weg voor ons. En we krijgen alweer netto meer salaris dan voor de crisis. Dat geldt niet voor de bedrijven. Daar geldt nog steeds een netto lastenverzwaring nu ten opzichte van voor de crisis. Ook dat is een feit. Ik moet wel even ook alles hier bespreken. De heer Klaver. Nou, voorzitter, ik kijk nu al uit naar het debat volgende week, want dan zullen we nog meer bespreken. Ja, we hebben misschien iets meer te besteden gekregen, maar de kosten voor heel veel mensen, gewone mensen, zijn nog harder gestegen. En ik maak me geen zorgen om over u of over mij. Wij hebben hier helemaal niks te klagen. Ik heb het over de mensen die werken in de zorg. Ik ook. Thuiszorgmedewerkers. Die proberen boven een tientje per uur uit te komen. Daar zit mijn zorg. En als u het zo opneemt voor die grote bedrijven, de passie die ik zie waarmee u ze verdedigt, waar ze zeggen, we moeten ze niet wegzetten als boeven. Sorry. Als je vorig jaar nog 5 miljard euro winst maakte. 5 miljard. Als je dat niet, zoals al die familiebedrijven die je kent, al die kappers, al die horecabedrijven, die dat in hun zaak houden, die er alles aan doen om hun mensen aan te houden, dat je nu je hand moet ophouden bij de overheid, dan gaat er iets verkeerd. En je kan in die NOW-regeling wel degelijk een uitzondering maken. Je kan voor die allergrootste bedrijven, dat zijn er niet superveel, daarvan kan je zeggen, we stellen als eis dat ze het uiteindelijk later gaan terugbetalen. Het mooie van het laten terugbetalen, is dat je namelijk nog minimaal 2-3 jaar hebt om die hele regeling uit te werken, hoe je dat gaat doen. Maar het moet helder zijn. Als u uw hand ophoudt bij de overheid, terwijl de miljarden winst kon maken en dat aan aandeelhouders kan geven, dan betaalt u dat netjes terug. Niet omdat we een hekel aan u hebben, maar omdat het rechtvaardig is. Omdat we niet willen dat gewone burgers in dit land de rekening gaan betalen. Ik heb al gezegd dat voor steun aan grote ondernemingen maatwerk geldt. We hebben het afwegingskader naar de Kamer gestuurd. Daarin is voorzien dat er ook een bijdrage kan worden gevraagd aan andere stakeholders. Dus daar kunnen we elkaar tegemoet komen. Waar ik alleen maar zwaar tegen maak, is één voorbeeld noemen, één onderneming, en ik ga hem hier niet herhalen, want het bedrijf kan zich niet verdedigen, maar stel dat de heer Klaver gelijk zou hebben en zeggen, en die zijn symptomatisch voor een hele sector. En dat vind ik echt populistisch. De laatste, ja, de heer Klaver. Ja, de heer Klaver. Ontkent de minister-president dat eigenlijk een jaar na het uitbreken van de crisis de volledige AEX-genoteerde bedrijven, allemaal, dat ze gewoon weer winst zijn gaan maken. Dat de winsten bijzonder snel, veel sneller stijgden dan dat ze dat deden voor de crisis. Dat zijn namelijk gewoon de feiten. Dat zijn de feiten.
En als de minister-president dat niet wil erkennen, dan blijft hij leven in de tijd van voor 2008. Dan blijft hij dus werkelijk denken dat deze bedrijven onze samenlevingen gaan redden en onze economieën draaiende houden. We hebben niet geklapt voor grote bedrijven. We hebben niet geklapt voor CEO's. We deden dat voor de mensen die werken in de zorg. Precies. Voor de publieke sector. En bij de grote bedrijven. Zij betaalden, ja, zeker voor mensen bij de grote bedrijven. Voor de mensen, die in de distributiecentra werken. Voor hen klapten exact. We. En als we nu niet zorgen dat die aandeelhouders gaan betalen, als we niet zorgen dat het komt van die grote bedrijven die hun leningen gaan terugbetalen, weet wie het dan gaan doen? Die mensen in die distributiecentra. Die mensen in de zorg. Want laten we niet gek doen. Het geld wat de overheid nu uitgeeft, de schuld kan stijgen, is voor de korte termijn geen probleem. Een keer moeten we dit gaan terugbetalen. Ik herinner me nog een jonge Mark Rutte. Het is al een tijd geleden dat hij hier stond in de Kamer toen Balkenende nog premier was. En hoe hij het hierover had dat we klaar moesten zijn voor de economische crisis. En dat was het kabinet niet. En het lijkt erop alsof u nu weer niet klaar bent voor die economische crisis die eraan komt. En dat straks de zwakste schouders in deze samenleving, eigenlijk het merendeel van de mensen, gewoon de prijs gaan betalen voor deze crisis. En dat is verkeerd.